Vandaag is de belangrijkste dag uit het leven van mevrouw Williams. Dokter! Relax maar, mevrouw. Vergeet niet te ademen. Ik probeer het! Huh? Wat hebben we hier? Wow, ik heb nog nooit zoiets gezien. Ah! Ga door. Oh, wat een schattig klein meisje. Wow, mijn god. Oké, mevrouw Williams. Hier is uw baby. Oh, tijd voor ronde 2. Oh, hij! Ik zal haar vangen. Goedie goeie, lieverd. Brrr. Hier komt de derde. Oh, dit is de gelukkigste dag van mijn leven. Het lijkt erop dat het verjaardagsfeestje van de elementaire drieling in volle gang is. Blood Velvet Cake, de favoriet van mijn meisjes. Ga uit de weg, Goldie. Nee, Fire heeft alles weer verpest. Huh? Maar waar is Flower? Flowery! Daar is mijn kleine slaapkop. Ik had het moeten weten. Rise and shine, lieverd. Je staat op het punt al het plezier te missen. Hi, mama. Dit is voor jou. Oh, zo lief. Je weet dat ik allergisch ben. Achoo! Oké, het is tijd om je cadeautjes te geven. Chichi, wauw, cadeautjes. Dit zijn jullie elementaire hangers. Ze geven je kracht en beschermen je tegen het kwaad. Kom hier, mijn schatjes. Nou, dat is bijzonder. Die elementaire hangers. Die moet ik voor mezelf hebben. Ik heb er nog maar 3 nodig om omnipotent te worden. Nou, tijd om aan de slag te gaan. Laten we wat vuurwerk opzetten. Haha, oh, ik kan bijna niet wachten. Dit zal de laatste pizza zijn die ze ooit eten. Wie is daar? Ik denk dat ik gewoon dingen hoor. Oef. Ik hoop dat je je schoolprojecten goed hebt uitgevoerd. Ach, zo saai. Oh ja, ik ben er de hele dag mee bezig geweest. Hier, kijk eens naar mijn ijsfiguurtjes. Wauw, wat een nerd. Oh, waarom steek ik je niet in brand, hè? Huh? Oh, zo schattig. Laat mij maar, mevrouw Smith. Kom op, brand al. Ach, het werkt gewoon niet. Ah, mijn hand. Dat lijkt er meer op. Mijn project. Bedankt, zus. Hé, jij, kom hier. Oh, dit wordt zo gaaf. Kom op, kleine vriend, je kan dit. Word groot en sterk voor mij. Wauw, het werkt echt. Absoluut niet, dat is ongelofelijk. Oh nee, het is tijd om te stoppen. Hey! Wat is hier aan de hand? Oké, dat is het. Ik ben jullie zat. Jullie krijgen alle 3 in 1. Maar dat is zo oneerlijk. Je kunt maar beter geloven dat het eerlijk is. Oh ja? Hé, wat ben jij aan het doen? Fiery, hou op. Ik bel jullie ouders, meiden. Je moet leren je woede onder controle te houden. Ja, ik weet zeker dat ik dat moet. Hi daar, nerd. Wil je mij een plezier doen? Ach, ze is weer bezig. Wat is dat? Slecht, Fiery, slecht. Hier, neem wat veganistisch bloed. Zo vies. Hallo, Goldie. Hey. Hi, Ben. Ik heb een Valentijnsdagkaart voor je. Dat is zo lief. Nou, ik zie je naar school. Oh, meiden, jullie gaan dit niet geloven. Wat is het deze keer? Oh ja, dit moment is eindelijk daar. Hé, hey, jij, geef je hangers. Wat? Je bedoelt onze elementaire hangers? No way. Ja, absoluut niet. Oké, je hebt erom gevraagd. Fiery, Bug. Proef de kracht van alle 3 de elementen. Nee. Alles behalve dit. Het is ons gelukt, meiden. Oh, laten we weer weggaan. Ik pak je de volgende keer. Het is tijd voor het eindexamen van onze elementaire papierschool.
Kom op, meiden. Je kunt het doen. De eerste examinande zal zijn Flowery. Hangende stengel, vallende bloemblaadjes. De zaak is duidelijk. Ik doe een beroep op de glezende krachten van de natuur. Oh, goed gedaan, Flowery. Jij slaagt. De volgende is Goldie. Ga je gang, verras ons. Hiervoor heb ik een wortel en een sjaal nodig. Naast een vleugje ijsmagie. Ik doe een beroep op de krachten van de kou. Oh, ik kreeg hier kippenvel van. Geweldig, Goldie. Oké, Flowery, jouw beurt. Prima. Marshmallows, doe niet zo gek, lieverd. Pronk met je krachten. Vlam aan! Nou, ik bedoel, je bent geslaagd. Wauw, goed gedaan, meiden. En geef het nu op voor onze geweldige afgestudeerden. Flowery, Fiery en Goldie. Wat is er aan de hand? Ik heb geen idee. Het lijkt erop dat we elkaar weer ontmoeten. Nee! En nu, bereid je voor om afscheid te nemen. Nee! Hey maatje, je staat onder arrest. Geloof me, we zien elkaar weer. Kom op, weg. Mam, nee! Ze was de beste moeder ooit. Ze zal ons altijd alles herinneren wat ze voor ons deed. We laten Electro je verboeten. Leerling, opgelet! Het is tijd om de kwaliteit van je cursuswerk te zien. Oh, leuk. Ik kan niet weg om te pronken. Ach. Mensen, dit is een ramp. Kijk eens, meiden. Abracadabra. Tada! Het is een papierbloem. Holy moly, Flowery Williams. Dit verdient een prijs. Oké, Chomper. Het is etenstijd. Oh, ik ben onderweg. Goed gedaan, Flowery. Je harde werk heeft zijn vruchten afgeworpen. Ik denk dat je zojuist een nieuwe soort hebt gecreëerd. Hey Mary, ik heb een idee. Oh leuk, je bent een genie. Kom hier, kleine vriend. Oh, hoe durf je? Neem dat, jij vervelende friet. Wat is hier precies aan de hand? Helemaal niets bijzonders. Ik verveel me zo. Fiery, hou op met wegdommelen. Je hebt klanten. Goedemorgen, mag ik uw bestelling opnemen? Hey Fiery, herinner je me? Hi Maisy. Wat een geweldige dag om rond te hangen, toch? Haha, boom! Ja, ik denk het. Maak voor mij een van jouw kenmerkende hamburgers. Natuurlijk, mevrouw. Fiery, ga aan de slag. Ja, ik kom eraan. Nou, wat is mijn bestelling? Hier, eet smakelijk. Heel erg bedankt. Oh, er kruipt iets op mijn bord. Er zit een kakkerlak in mijn eten. Oké, geen paniek. Daar zorg ik voor. Je kunt je pasta vanuit huis hebben. Bedankt. De spaghetti is te lang. Dat ga ik niet eten. Ach, prima. Hier is je Griekse salade. Dat is spannend. Laten we hier eens kijken. Die bladeren zijn niet goed genoeg naar mijn smaak. Fiery, ik hou je in de gaten. Nee. Ach, je maakt een grapje. Laten we eens kijken hoe leuk je dit vindt. Fiery, wat heb je gedaan? Je bent ontslagen. Ach, waar ter wereld zijn die meisjes? We hebben het eindelijk gehaald. Je kunt nu beginnen met de ceremonie. Ik ben zo blij dat je naar onze bruiloft bent gekomen. Ja, wij zijn ook erg blij. Oh, mijn arme baby. Je moet het zo koud hebben. En nu is het tijd om de trouwring tevoorschijn te halen. Kijk eens naar de juiste kristallen. Het is precies wat je wilde. We zijn officieel getrouwd. Gefeliciteerd. Nu heb ik een verrassing voor je. Tada!
We worden binnenkort ouders. En nu, tijd voor een trouwfoto. Zeg cheese allemaal. Perfect. Genoeg daarvan. Ik heb hier honger. Gezocht. Electro, de gevaarlijkste crimineel ter wereld. Timothée Chalamet is zo'n schatje. Laat mij eens kijken. Lieverd, ik kan je niet geloven. Je zou op jouw leeftijd niet aan jongens moeten denken. Je moet je concentreren op je studie. No way. Geen gemaar, lieverd. Dat is zo oneerlijk. Daar ben je. Hey, lieverd, waar ben je? Dit kan niet waar zijn. Hij helpt mijn dochter voor de hangers. Ik moet onmiddellijk contact opnemen met mijn zussen. Oh ja, ik sta op het punt een geweldige ontdekking te doen. Wat is er aan de hand, Chompers? Call me belt. Hallo? Wat? Ik ben onderweg. Ach, dit is de slechtst mogelijke tijd. Wat is het? Mekker ontbreekt? No way. Ik ben er zo. Ach, sorry daarvoor. Wat moeten we doen? Electro wil onze elementaire hangers meenemen. Hij krijgt ze niet. Dat klopt, meisjes. We gaan hem verslaan. Laten we gaan. Oh, kijk, het is ons Mekken. Oh, ze is klaar voor nu. Niet bij mij. Het lijkt erop dat deze bloem wel wat shocktherapie kan gebruiken. Ah. Oh, nu heb je een probleem. Ga uit de weg, zus. Laat mijn vuur dit afhandelen. Ga je gang en koel het af, lieverd. Wow! Je gaat hier verpoeten. Laten we eens kijken hoe je mijn sneeuwaanval vindt. Haja! Ouch! Dit is het einde voor jou. Ouch! Overhandig nu je hangers. Oh ja! Ik ben de koning van de wereld! We hebben je hulp nodig allemaal. Stuur ons de kracht van jouw like, zodat we Electro kunnen verslaan. Oh ja, leuk! Like Blaster 3000! Nu zijn we aan het praten. Huh? Wat gebeurt er? Zeg paardbel! Dat was zo cool! Oh, Mekken, lieverd, je hebt onze levens gered. We zijn zo trots op je. En ze leefde nog lang en gelukkig. Oh, dat waren de tijden. Dat is juist. Sorry, mijn fout. Tada! Oké, zus, dit is voor jou. Hé, dat is niet grappig. Nou, ik vind het hilarisch. Oeps. Hallo, oma's. Ik hoop dat het goed met je gaat. Tijd dat ik naar school ga. Dit is een plek waar iedereen met elementaire krachten zich meteen thuis kan voelen. Deze plek is geweldig. Hoi daar, ik ben Airy. Wow, wow, doe rustig aan, meidje. Huh? Ze verdween. Ik kan niet geloven dat hij me heeft verlaten. Oh, je arm ding. Hou ermee op, alsjeblieft. Wow, ik heb geen woorden. Oh, het spijt me zo. Wacht even, wat is dat? Oh, alsjeblieft. Oh, zo schattig. Oh nee, ik heb het verpest. Oh, meen je dat? Geen probleem. Kom op, kleine vriend. Kom weer tot leven. Leuk. Nou, ik zie je later. Hé, ik heb een beetje honger. Wow, kijk daar eens naar. Gigi, wauw. Het is de koning van elementaire schoonheidskoningin. Ik zou die wedstrijd helemaal kunnen winnen. Het is gewoon ongelofelijk. Oké, Fairy, dit is je kans. Wat denk je dat je daar aan het doen bent? Ah! Oh, waar was dat voor? Dat is veel beter. Oh, sorry, maar ik praat niet met losers. Iemand zoals jij zal nooit een kans maken. Wat? Electra had altijd de titel. En ze zal deze zeker niet overdragen aan mensen zoals jij. Wat doen jullie hier, dames? Moeten jullie niet in de klas zijn? Schiet gewoon op en volg mij. Ik heb een goede start gemaakt. Nou, hallo daar, meiden. Oh, Flowery. Ik ben zo blij je te zien. Wauw.
kijk eens wie er kwam opdagen. Sorry, het kan me gewoon niet schelen. Ik zie dat alle elementaire meisjes eindelijk hier zijn. Oh, ja. Maak kennis met Nibbler, mijn bestie. Ze is heel schattig en super hongerig. Wauw. Hij is de beste. Oh, ik denk dat hij wat eten heeft gezien. Mijn haar. Nibbler, stop ermee. Wacht even, Koldi, ik zal je helpen. Dat heb ik overleefd. Oké, Koldi, ga voor de klas staan. Prima. Ik sta op het puntje een prachtige sneeuwstorm te laten zien. Brrr, moest je dat echt doen? Arme Nibbler, in dat tempo zal je verkouden worden, arm ding. Ben ik niet gewoon de beste? Oh, sorry daarvoor, Miss Maybe. Ik werd afgeleid. Tijd voor mij om je wat echte magie te laten zien. Zie, een gewone Barbiepop, toch? Maar laten we haar nu opladen. De pop kwam tot leven. Wat denkt u, mevrouw Maybe? Indrukwekkend, hè? Wat dacht je van dat? Dat is heel inventief, Elektra. Je was absoluut ongelooflijk. Zo cool en getalenteerd. Fiery, jij bent de volgende. Oh, ik? Zeker, ik kan dit. Laat ons zien wat je elementaire kracht kan doen. Oh, dit is gewoon gênant. Ja, daar ga ik. Nou, je kunt nu terug naar je stoel gaan. Rots en steen, wat een leuke dag hebben we. Tyler Rock is zo cool. Ik denk dat ik verliefd ben. Wow, wow, val alsjeblieft niet. Colt, pak haar. Meteen, bestie. Iemand, help! Ik vang je wel. Hey, gaat het goed met je hot stuff? Oh ja, met mij gaat het helemaal goed. Nou, leuk je te ontmoeten. Ik ben Tyler. En ik ben Fiery. Oh, dit kan niet echt zijn. Waarom loop ik niet met je mee naar de lunch? Jazeker. Hey, misschien zal een ijsje je opvrolijken. Ga gewoon uit mijn zicht. Deze chick werkt echt op mijn zenuwen. Het zal wel. Hey, Bloemrijk. Hi daar, Fiery. Welkom bij de elementaire competitietest. Flowery, kom hier. Jij ook, Koldi. Laat me nu je volledige kracht zien. Wie gaat hier winnen? Bloeiende natuur of ijskoud? Oh, ik zal je koud laten zien. Ach, doe rustig, bestie. Ik roep een ijzige sneeuwstorm op. Zo koud. Hé, dat is vals spelen. Goed gedaan, Flowery. Je hebt het gehaald. Bedankt, mevrouw Maybe. Oh, wees niet boos op mij, oké, Koldi? Dit is zo vernederend. Nice. Tijd om je een lesje te leren. Bereid je voor op de strijd, meiden. Vuur? Of bliksem? Kom op, probeer me gewoon te slaan. Fireball! Oh nee, mijn haar! Oh, hier, laat mij helpen. Oh, dat deed echt pijn. Oh, waar zijn mijn manieren? Sta me alsjeblieft toe. Wat een verschrikkelijk ongeluk. Genoeg, Elektra. Jij wint. Dat was niet eerlijk. Oh ja, het spijt me echt heel erg. Iemand studeert hard, hè? Is dat niet het nieuwe meisje? Aha. Vlam aan. Ik denk dat ik weet hoe ik dat arme meisje kan helpen. Daar gaan we. Dat is het spreukenboek dat we nodig hebben. Kijk hier eens, Fiery. Huh? Wat is dat? Het is een oude grimoire. Het zal je leren hoe je je innerlijke vlam kunt ontwaken. Natuurlijk, ik ga het proberen. Onthoud gewoon. Concentreer je gewoon en... Tada! Echt niet zo cool? Oké. Ik doe dit helemaal. Kom op, Fiery. Zo toch? Nee. Concentreer je op de vorm van vuur. Mijn handen blijven trillen. Hi allemaal. Fiery is een grote loser.
Oh, hoe durft ze? Ik ben geen loser. Daar gaan we. Je hebt het echt door. Bedankt voor de les, mevrouw Mavie. Oeps, dat ga ik zeker onthouden. Nou, veel succes bij de volgende wedstrijd. Ronde 1, begin. Kom op, Fairy, je kan dit. Wat zijn we voor je? Maak je geen zorgen, ze is niets vergeleken met jou. En begin. Zal vuur deze keer eindelijk winnen van bliksem? Onthoud, blijf gefocust. Ja, mevrouw Mavie, laten we het vuur hoger zetten. Bliksem schicht. Ze doet het echt. Je kunt winnen, Fairy. Je bent de beste. Kom op, Elektra. Leer haar een les. Hey iedereen, stuur me je like zodat ik een boost kan geven. Wow, dankjewel. Hey, dat is niet eerlijk. Elektra, nee. Oh ja, dat was een duel. Ik heb het gedaan. Oh, Fairy, mijn hart is dan wel van steen. Maar ik wil het je nog steeds geven. Alles goed met je? Nee, echt niet. Maar ik weet precies hoe ik wraak moet nemen. Gefeliciteerd met je welverdiende overwinning. Maar Elektra, ik wil dit niet doen. Nou, ik vraag het niet. Pak de kroon. Je bent mijn vriend, toch? Tijd om het te bewijzen. Ugh, prima. Ik zal het proberen. Doe dit voor mij. In het belang van onze stomme vriendschap. Het werkte. Oh nee, het alarm ging af. Wat gaan we nu doen? Ik weet het. Ik verberg de kroon hier. Absoluut niet. Dat is te voor de hand liggend. Stop het in pads daarvan in Fairy's kluisje. Prima. Wat je ook zegt. Wat is hier eigenlijk aan de hand? Oh nee. De kroon ontbreekt. Ga weg. Ik weet wie de kroon heeft gestolen. Zij is het. Wat is dat voor onzin? Kijk maar eens in haar kluisje. Ik zeg het je, ik heb niets gestolen. Oh, ik kan dit gewoon niet geloven. Oh, kom op. Ik werd geframed. Ik ben geen dief. Alsjeblieft, mevrouw Mavie. Je moet me geloven. Je wordt hierbij van de school gestuurd. Nee. Ik heb jullie hulp nodig allemaal. Moet ik de waarheid vertellen? Ik zal mevrouw Mavie alles vertellen. Oh, een beveiligingscamera. Dit geeft me een idee. Excuseer mij, mevrouw Mavie. Ik moet je iets laten zien. Hier, kijk. Fairy heeft niets gedaan. Elektra is degene die mij dwong de kroon te stelen. Ik wist dat hier iets vreemd aan was. Ik denk dat ik weet hoe we dit kunnen oplossen. Ja, dit zou wel eens kunnen werken. Dames en heren. De geweldige Elektra. Ja, ja, we zijn allemaal erg blij om Miss Elektra weer te zien. Nou, omdat er geen andere deelnemers zijn, gaat de kroon naar mij natuurlijk. Nou, laten we de winnaar feliciteren. Er is nog een deelnemer. Wat? Hé, dat is mijn kroon. Geef het onmiddellijk terug. Geef het op voor deze charmante nieuwkomer allemaal. Kom op, Fairy, je kan dit. Wat dan ook, ik zal op de een of andere manier wel winnen. Niet zo snel, Elektra. Ik doe mee. Jij? Neem dat, loser. Nee! Ugh, dit is onmogelijk. Cody, dump haar. Ik neem je bevelen niet meer aan. Dus jij verraadt me ook? Ondertussen heb ik een aantal geweldige vrienden gemaakt. Ik zal het je laten zien. Nee! Mijn element. Ik kan niet geloven dat ik mijn superkrachten kwijt ben. En onze nieuwe schoonheidskoningin is Fairy. Woehoe! Heel erg bedankt voor hulp. En wat jou betreft, jonge dame. Doe niets waar je spijt van krijgt. Wie is daar? Nou, dat is ongemakkelijk. Ik ben nog niet klaar met jou, Ladybug. Nee, alles behalve dit. Stop! Oké, ik ben hier weg. Wat is er mis met haar? Laten we dit regelen. Oh, ik denk niet dat we dat zullen doen. Je maakt geen kans tegen mij. Oh, nee. Maar hoe zit het dan met...
mijn geluksamulet dan? Geef op, schurk. Wat doe je? Daar gaan we. Wat denk je? Dat is gewoon niet eerlijk. En nu wegwezen, loser. Ik open officieel een superhelden tattoo shop. Laten we eerst mijn werkplaats inrichten. Dit hebben we allemaal niet nodig. Maar dat hou ik in de buurt. Ik hoop dat je het hier bevalt, mijn katje. Ah, dat is de plek, toch? Goedenavond, u bent toch nog open? Ik wil graag de tatoeage van de liefde van mijn leven. Wat? Catwoman? Oh, jij verrader. Je zit nu in grote problemen. Natuurlijk, kom maar binnen. Ik geef je de schattigste tattoo ooit. Ik ben klaar. Betaal en je kunt gaan. Juist, alleen... Geef me een momentje. Is dat voor mij? Eeuw, bedankt denk ik. Kom nog een keer terug. Je was een grote hulp, mijn dame. Ik ben terug, liefje. Dit is voor jou. Oh, en er is nog één ding. Kijk hier eens naar. Huh? Oh, hoe durf je? Ik kan maar beter gaan. Blijf staan. Hier krijg je spijt van. Oh, sorry daarvoor, kitten. Wie ben jij? Hallo, kleine ladybug. We zijn hier voor matching tatoeages. Ga dan maar zitten. Je bent naar de juiste plek gekomen. Goed, laten we beginnen. Auw! Leuk, het is perfect. Daar zijn jullie tortelduifjes. Jij weer. Vandaag is onze vrije dag. Hoe durf je? Blijf van mijn pudding af. Oké, allemaal rustig aan. Er zijn er te veel van jullie. Ik raak in de war. Laten we even een stapje terug doen. Houd toch op! Oh nee, wat heb je gedaan? Dit is... Ware liefde! Je bent klaar. Ik ben bij je, pudding. Oké, ik heb genoeg van jullie drie. Eens kijken hoe je dit vindt. Vecht hier nooit meer. En, heb je de boodschap begrepen? We hebben het helemaal bijgelegd. Zo gaat een echte professional te werk. Hallo, levering. Voor mij? Inderdaad, nog een fijne dag. Wat hebben we hier? Hallo. Goed, Missy, je moet jezelf vermannen. Dus, gaat het? Niet slecht. Nou, doe alsof je thuis bent. Dit is allemaal zo vreemd. Hersens. Wauw, wat origineel. Natuurlijk, ik regel het wel. Kom op, juffrouw, rustig aan. Probeer me mijn werk te laten doen. Oh nee, waar ga jij heen? Je kunt me zo niet achterlaten. Je weet dat we voor elkaar gemaakt zijn. Daar zorg ik wel voor. Waar zou je kunnen zijn? Kom tevoorschijn, kleine vriend. Waar ga je heen? Hey, heb jij ergens een verloren lichaamsdeel gezien? We moeten die hand zo snel mogelijk vinden. Wat? Is het daar? Missie volbracht. Tijd om weer aan het werk te gaan. Wil je dat niet? En nu dan? Het zal geen pijn doen, dat beloof ik. Chichi, wauw. Je vindt het leuk, toch? Nou, probeer je ledematen niet weer te verliezen. Phew, wat een moeilijke klant. Ik vraag me af wie de volgende is. Ik natuurlijk. Oh, hi daar. Ik wil een tattoo. Precies hier. Natuurlijk. Hey, hoor jij dat ook? Hey, waar ga je heen? Er klopt hier iets niet. Vertel me nu niet dat ik concurrentie heb. Ik denk dat ik precies weet wie hierachter zit. Aan de kant, iedereen. Dus jij probeert mijn carrière te ruïneren? We zijn hier ergens mee bezig. Dit is verschrikkelijk. Ware kunst is wat dit is. Pika pika! Ik ben onoverwinnelijk. Dit is de slechtste tattoo shop ooit. Oké, iedereen, ik heb jullie hulp nodig. Winst tattoo shop is beter. Vertel ons wat je denkt in de comments. Haha, ik wist het. Hoe kon je me dit aandoen?
Het is tijd voor jou om de winkel te sluiten. En loop me nooit meer in de weg. Auw! Ik kan nu echt een pleister gebruiken. Huh? Een orkaan? Wie is daar? Wel trusten. Maar hoe heb je... Nou, dat was zeker een indrukwekkende binnenkomst. Een tattoo shop, hè? Dat is spannend. Ik wil al een tattoo sinds 200 jaar geleden. Okay. Ga je gang en kies je ontwerp. Dit. Oké, om te beginnen moeten we al die dingen weghalen. Je voelt er niets van. Ziet er zo smakelijk uit. En ik heb al eeuwen niet gegeten. Ja, dit is een geweldige tattoo. Ik ben blij dat je het mooi vindt. Weet je, ik denk dat ik er nog één wil. Natuurlijk, je betaalt me tenslotte. Ik denk dat ik het nog beter kan. Oh, het is gewoon perfect. Maar nu ben ik te laat. Ik moet gaan. Bye-bye. En kom alsjeblieft niet meer terug. Goedenavond, Ladybug. Ik ben nog niet klaar met jou, schat. Vlieg maar op, mijn kleine Akuma. Oh, Ladybug. Wat voor tatoeage wil je? Het is hier veel te heet voor mij. Miss Elsa, nee! Je kunt nooit genoeg sneeuw hebben. Zo makkelijk versla je me niet. Stop daar! Wat? Achoo! Heb ik dat allemaal gedaan? Het spijt me zo hiervoor. Geen probleem, we kunnen dit fixen. Maar eerst moeten we een bepaald iemand een lesje leren. Neem me nooit meer in de maling. Dat is wel een beetje overdreven, hè? We warmen het hier wel op. Zie je? Ik zei het toch? Oh, ik voel me niet zo goed. Miss Elsa, gaat het? Nee, je bent echt niet. We kunnen je geen kwaad laten doen. Nou, dat is al veel beter. Laten we nu aan die tatoeage werken. Mooi. Okay. Zo stijlvol. Dit is mijn coolste werk tot nu toe. Laten we je nu in de vriezer stoppen. Zet de temperatuur zo laag mogelijk. En gewoon wachten. Klaar. Welkom terug, Miss Elsa. Het is het mooiste wat ik ooit heb gezien. Ik ben zo blij dat je het mooi vindt. Dit vraagt om een royale fooi. Nog een fijne avond. Maar dat is... Nou ja, het zal wel. Geld is geld. Wie in de wereld ben jij? Hoi daar, ik ben Barbie. Wil je ook een tatoeage? Nou, weet je, ik ben mijn gezicht kwijt. Ik wil dat jij het terug op mijn hoofd zet. Okay. Dat kan ik wel. Hoe feller, hoe beter, toch? Dat is een look die een Barbie waardig is. Ik vind het geweldig. Maar we vergeten nog steeds iets. Dat klopt, de wenkbrauwen. Woeps, dat is niet goed. Nou, schiet op en fix het. Ja, natuurlijk. Een momentje. Dit is afschuwelijk. Geen paniek, ik weet precies wat ik moet doen. Perfect. Weet je dat zeker? Dit is echt een stijlvolle look. Oh, juist. We hebben hier een ruime keuze aan stencils, Miss Barbie. Wil je nieuwe wenkbrauwen? Dat kan hiermee. Hey, het is gelukt! Vergeet dan niet een fooi achter te laten. Denk je dat je ook voor mijn manicure kunt zorgen? Met plezier! Roze gaat nooit uit de mode. Leuk! Wat? Hoe moet ik zo werken? Geen prijs is te hoog voor stijl, Ladybug. Tot ziens! Dag, denk ik. Ik moet van deze Barbie-nagels af. Kom op, kom op. Wat moet ik nou doen? Dat lijkt er meer op. Laten we aan een goede superheldenmanicure gaan werken. Hey Ladybug, kan je mijn masker tatoeëren? Ik wil er net zo uitzien als jij.
Wat denk je? Ja, echt niet. Deze winkel is alleen voor superhelden. Kom op, alsjeblieft. Smeken werkt niet. Ik zei het al. Nee. Jij weer. Het is allemaal voorbij voor jou, Ladybug. Kunnen we hierover praten? Kijk uit. Wat? Haha. Sorry voor dat, meneer. Wat jou betreft, ik ben niet langer je grootste fan. Wacht even. Wil je nog steeds die tattoo? Je was een enorme hulp nu. Daar moet ik je voor terugbetalen. Oh, Ladybug, je bent de beste. Oh, er is nog één ding. Gigi, wauw, is dat voor mij? Ik ga naar de school van de rijke kinderen. Gefeliciteerd, lieverd. Veel plezier.